Professor Albert Vrede, die op 18 februari overleed, is vandaag gecremeerd in het Jacques Deo Parag crematorium. In leven was Vrede patoloog-anatoom en heeft ruim 40 jaren zijn krachten gegeven aan het academisch ziekenhuis Paramaribo. Ook heeft hij een bijdrage geleverd als lid van het bestuur van het Medisch Wetenschappelijk Instituut MWI. Als professor heeft hij diverse wetenschappelijke werken op zijn naam staan en werd door velen gezien als een guru in de gezondheidszorg. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid erkent dat zowel Vrede als zijn overleden collega Rudy Layafat wereldwijd erkend zijn als toppers binnen de gezondheidszorg. Professor Albert Vrede werd 82 jaar.